Bourgogne de Vlaanderen komt na 60 jaar terug naar Brugge. In onze zoektocht naar de geschiedenis van het bier ontmoeten we Paul. Paul heeft nog enkele souvenirs van Bourgogne de Vlaanderen. Kijk, wat staat er daarop? Brasserie Le Boeuf. En je ziet hier de authentieke porseleinstop. Heb jij ook een verhaal over Bourgogne de Vlaanderen? Laat het ons weten en wij trakteren met een grote fles.